Zaterdagavond vindt de 14e editie van Heracles PSV in de Eredivisie plaats. Trainer Jan de Jonge van de Heraclide heeft echter niet zo'n goede herinneringen aan PSV. Als trainer van De Graafschap en Heerenveen wist hij maar één puntje te halen in 4 wedstrijden. Gezien, ja, en op tijd gegeven voor het doel is Lazovic. En die loopt hem binnen. Het is 2-0 voor PSV. Zo koeltjes gaat dat dus. Zo geduldig is die ploeg. Jan de Jonge weet het. Afgelopen dinsdag speelde PSV tegen AC Milan in de voorronde van de Champions League. Hoewel dat in het verleden wel anders was, doet PSV het de laatste tijd vaak goed. Een wedstrijd na een Europees duel. Van de laatste 10 wedstrijden na een Europese wedstrijd verloor PSV er maar 1. Dat was vorig seizoen toen eerst de Dnipropetrovsk te sterk was in het Philipsstadion. En 3 dagen later Vitesse won in Eindhoven. Heracles won nog nooit in Almelo van PSV en scoorde in de voorgaande 13 confrontaties slechts 7 keer. Maar de meeste van die goals zijn van grote schoonheid. Goed werk was dat van de Vries. Ramirez afgeven, Sluiter. Sluiter met de voorzet en valt die bal binnen. Jawel! De man die het verdient. Thijs Sluiter, de beste man aan Heracles kant. Op de goal die Everton vorig seizoen maakte, mocht er wezen. Het duel van zaterdag wordt natuurlijk gespeeld op het kunstgras in het Polmanstadion. De laatste keer dat de broekjes nog wel vies konden worden van het gras was in 1985. Toen heette Heracles Almelo nog SC Heracles, maar ook onder die naam wist het PSV in Heigenhuis niet te verslaan. Kijk nu nog eens rustig naar dit moment. Hier wordt duidelijk getrapt door Van der Kerkhof en zeker Doppel. Van Ettenkoven heeft het niet gezien, daar hebben beide heren geluk mee. Balken. Torensen. Gullit. En daar is McDonald heel cool, heel zakelijk, maar heel efficiënt. Brengt hij PSV op voorsprong. 13e minuut van de tweede helft. En het voorbereidende werk, althans aan de basis, komt de Torensen en Ruud Gullit. En hoeveel veerkracht heeft hier op deze man? Na de doelpunt van McDonald, dat toch kwam in de fase. Waarin niemand er in Almelo op rekende. Vrije trap voor PSV na een overtreding tegen Van der Heijn. Valken dit keer. Ook geen verkeerd schot. 0-2. Scheidsrechter zaterdagavond is Reinold Wiedemeyer. En aan hem heeft PSV geen goede herinneringen. Vorig seizoen floot hij namelijk 2 keer een wedstrijd van PSV. En 2 keer werd er verloren. Gedaan. En dan is dit weer geel. En is dit dus einde wedstrijd. Hij krijgt nog geen minuut geleden zijn eerste gele kaart voor het wegtikken van de bal. En Guy Ramos krijgt hier zijn tweede. Rood. Feitjes voor de cijferfanaten. Jorginho Wijnaldum staat op 49 doelpunten in de Eredivisie en kan dus zijn 50ste gaan maken. Jetro Willems kan zijn 50ste Eredivisiewedstrijd spelen. Brian Linssen kan zijn 25ste doelpunt in het betaald voetbal maken. Hij scoorde 11 keer voor Fortuna Sittard, 12 keer voor VVV en vorige week maakte hij zijn eerste voor Heracles Almelo. Thomas Bruns kan zijn 50ste wedstrijd op het hoogste niveau spelen. Hij deed dat allemaal in het zwart-wit van Heracles. Heracles wacht al 21 eredivisiewedstrijden op winst tegen PSV. De langste reeks voor Heracles tegen een specifieke club ooit. Het duel tussen de koploper en de nummer 14 begint zaterdag in het Polmanstadion om 8:15.